veel mensen of heel veel soldaten sneuvelden. En we konden ze niet tegenhouden. Zo ging er nog van alles te doen. Men moest pas na een aantal, twee maanden gebeurde het dat de troepen die hier al heel veel tijd in Caracas waren. Dat is leuk.
En dan hebben ze, na die beeldenstorm, gezegd, we gaan naar het schot. Maar zien de concilie gebeuren de diensten aan de andere kant van het schot. En waarom staat dat dan zo in onze kerk in het midden en niet achteraan? En er was ook een kapitel van de Lutie, dat waren zo'n 24 of 36 priesters, die hier in deze kerk mee hier op de tafel gekomen om samen te zingen. Thank you.
too. Loud enough to bust the brains out. Nee.